In deze korte video leg ik uit hoe in PowerPoint 365 een vorm en een tekst kan vullen met een kleur. Met kleur bedoel ik niet noodzakelijk de kleuren die er bovenaan staan en die automatisch veranderen wanneer u daarop klikt, maar de kleur bijvoorbeeld afkomstig van een afbeelding of afkomstig van een website. Hetgeen ik nu zal uitleggen is ook belangrijk wanneer u over een logo beschikt van een firma, zodanig dat u de kleur van de logo van de firma kan gebruiken voor uw PowerPoint presentatie. Het eerste wat ik ga doen is een afbeelding invoegen om een kleur uit die afbeelding te gebruiken om de vorm te vullen met kleur en de tekst te vullen met kleur. Ik klik hier op invoegen. Invoegen. Klik hier op afbeeldingen. Stokafbeeldingen. En ik neem bijvoorbeeld deze bloem om in te voegen. Ik ga deze verkleinen, zodanig dat ze goed zichtbaar is. Om nu bijvoorbeeld de kleur van deze bloem over te brengen op de vorm, ga ik als volgt werken. Ik selecteer mijn vorm. Ga naar vormindeling. Klik hier op vormopvulling. Klik hier op pipet. En nu ga ik met mijn pipet de kleur kiezen die ik wens over te brengen naar de vorm. Ik klik hierop en u ziet dat de kleur wordt overgebracht naar de vorm. Ik ga opnieuw proberen. Pipet. Ik ga nu de donkerblauwe kleur kiezen. Klik hierop en de kleur wordt overgebracht naar de vorm. Ik ga nu de kleur ook overbrengen naar mijn tekst. Om dat te doen selecteer ik eerst en vooral mijn tekst. Hij is hier geselecteerd. Ik ga niet naar vormopvulling, maar ik ga naar tekstopvulling. Tekstopvulling. Klik op pipet. Kies hier de donkere kleur. En u ziet dat de tekst wordt gewijzigd in de kleur afkomstig van de afbeelding. Ik heb nu een pagina klaarstaan. En de bedoeling is dat ik de kleur hier uit deze pagina zou overbrengen naar de vorm. In principe ga ik op dezelfde manier te werken. Klik op de vorm. Ik ga naar vormafdeling. Vormindeling. Kies hier op vormopvulling. Klik hier op pipet. Ik verklein opnieuw mijn afbeelding. En in principe zou mijn pipet dit hier moeten overnemen. Dit lukt hier niet, maar het kan op een andere manier opgelost worden. Wat ga ik doen? Ik ga een printscreen nemen van dit gedeelte. Printscreen. Klik op copy tot clipboard. Ik ga hier nu overbrengen. De afbeelding, plakopties. De afbeelding is hier overgebracht en nu doe ik hetzelfde als voorheen. Ik klik op mijn vorm. Ik klik op vormindeling. Klik op vormopvulling. Klik op pipet. Klik hierop. En u ziet dat de kleur is overgebracht. Zo kan u te werk gaan met om het even welke website. Er is nog een andere manier om een vorm of een tekst op te vullen met kleur. Ik ga hier mijn vorm selecteren. Ik ga naar vorm opvullen. Ik ga hier naar meer. Ik ga naar pipet. En als ik hier met mijn pipet over de bloem ga, dan ziet u dat er op een bepaald moment RGB-kleuren verschijnen. Hier donkerblauw, namelijk 16:40:84. Als u die waarden selecteert en u klikt opnieuw op de vorm en u klikt dan op vorm meer opvulkleuren, dan kan u die waarden hier overbrengen, zodat ook precies dezelfde kleur wordt geselecteerd. Dit werkt zowel voor de vormen als voor de teksten.